iedereen zegt, dat moet je niet doen. We moeten niet ruilen. Nee, iedereen is negatief, hè? Ja. Al die reacties van mensen die denken dat het een ghetto is. Ja. Maar ik denk dan, is het erg dat het huis in een ghetto staat als het al zo is? Dan kan je het ook ruilen. Het is misschien er ook wat waard. Ja. Maar toch om een goede afweging te maken, heb ik afgesproken met Charles Groenhuizen. Ken je die nog? Ja, onze man in Amerika. Precies, onze man in Amerika. Die is jaren VS-correspondent namens de NOS geweest. Die moet het weten. Charles, we hebben een aanbod gekregen voor een huis in Dayton, Ohio. En een hele hoop van de mensen op internet die zeggen, ja, je moet niet ruilen, want het staat in een ghetto. En ik denk dan, is dat erg? Wat ik nu hiervan zag... Ja. Ik zou het niet doen. Tja, dankjewel. Nou, graag gedaan.